The master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins. Helemaal welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik weer voor jullie een... Ik heb heel hard gefietst, sorry. Een frituurmukbang. Ik had daar even zin in en ik dacht, jullie vonden de vorige ook heel leuk. Dus laten we dat doen. Ik heb hier nog een beetje over voor als ik zo meteen nog wil. Ik doe een klein beetje saus op mijn bord en dan gaan we gewoon gelijk beginnen. Ik weet alleen nog heel niet wat het gespreksonderwerp gaat worden, maar dat zien we zo meteen wel tijdens het eten. Zo lekker. Ik was net op pad voor mijn ouders. Die zijn morgen 20 jaar. Dat is een uit eten cadeaukaart. Er staat 7,50 op. Want ja, rijker ben ik gewoon even niet. Dacht ik, nou, laten we maar frituur mukbang doen. Mensen vinden dat leuk. En ik ook. Dus ik dacht, waarom ook niet? Zo lekker. Het is ook gewoon echt vers gemaakt. Dus dat vind ik echt nog beter. Maar je hebt ook frietenten. Die doen een hele lading patat bakken. En krijgen gewoon oude friet. Zoals bij de Mac soms. Dit werd gewoon vers voor mij gemaakt. Het is nu trouwens 11:15. Dus een beetje een vroege lunch. Maar ook wel een keer. Zo lekker. Ik weet nog niet wanneer deze video online gaat komen. In ieder geval ergens deze week of volgende week, weet ik nog niet. Jullie gaan het vast zien. Ik ben dus deze week ook begonnen met een weekvlog. Die komt gewoon zondag online, dan is het er. Dus vanaf de 14e. Gisteren was de 13e, dus dan zal het wel de 20e zijn. Die komt dan inderdaad de 20e online, als ik het goed zeg. En deze week of volgende week. Jullie zien het vanzelf wel. Als je mijn weekvlog kijkt, dan weet je dat ik vandaag vrij ben. Dat is eenmalig trouwens. Omdat we anders heel veel tussenuren op school hadden. En dat vonden ze nogal flauw voor ons. Dan was ik letterlijk misschien meer in totaal langer onderweg dan ik op school zat. En dan vond ik ook een beetje zoiets van, ja, om nou iedere keer naar de IKEA te gaan of naar de Lidl te gaan, vond ik ook zoiets van, dat doen we maar niet. Ja, of naar de Turk, maar ook geen goed idee. Dus daarom hebben we vandaag vrij. Dan zit ik morgen een uurtje lang op school. Eigenlijk 2 uurtjes, want ik zou morgen eerste uur vrij zijn. Maar dat hebben ze dus nu zo gedaan. En dan heb ik vanavond oude avond. Niet zo heel veel zin in, maar goed. Heb moed. En dan valt ik morgen gewoon weer school. En dan ben ik morgen dus om 3:30 uit. En dan woensdag ook. En dan ben ik donderdag 2 uur uit. Dat is ook een uitzondering. En dan ben ik vrijdag 4:30 uit. Want dan heb ik tot 3:30 les. En dan nog een toets. Tot 4:30. Dus vind ik echt niet handig. Maar goed. Het zij zo.
Zeker omdat ik vrijdag niet echt de handigste vak heb om daarna nog een toets te hebben. Want ik heb vrijdag Nederlands, dan heb ik leertaak, dan heb ik kunst, dan heb ik rekenen. Het rekenen is sowieso kut. En na kunst heb ik zoiets van, ja weet je, laat maar. Want dan heb ik gewoon, dan wil ik gewoon slapen. Of naar huis. Dan heb ik gewoon geen concentratie meer. Laat staan als ik daarna nog een toets heb. En ik ben nog niet begonnen met leren. Want ik heb punt 1 nog niet alle info. En ik vind het ook echt lastig om te leren. Want ze leert, ik moet nu via PowerPoint leren. Dat ben ik helemaal niet gewend. Ja, of uit mijn aantekeningen. Maar dat vind ik ook niet zo handig. En alle toetsen zijn online. Dat vind ik ook zo stom. Ik kan me helemaal niet concentreren. En ik moet zorgen dat mijn laptop echt heel goed opgeladen is. Anders heb ik er niet zoveel aan. Helaas. Maar dan mag ik waarschijnlijk niet eens een les in. Dan kan ik niet eens een toetsen maken. Toetsen is wel echt belangrijk. En ja. Ik had ook laatst een rekentoets. Ik had afgelopen vrijdag had ik een nulmeting voor rekenen. Morgen heb ik dan een Engels toets. Die gaat me wel lukken. En ik moet ook nog voor 1 november iets van 12 verslagen leveren of zo. Dus wordt ook nog wat. En voor burgerschap moet ik 29 oktober nog wat inleveren. Gaat echt de verkeerde kant op, blijkbaar. En ook daarna, na de herfstvakantie, ook nog Nederlands toets. En ik ga mijn rekentoets herkansen. Want ik daar 4,8 voor had. Maar goed, het is beter dan een 3. Want ik had voorheen altijd op de middelbare school altijd een 3. Dus 1,8 punt hoger. Nou, 1 hele punt en 0,8, ja. Dus ik vind het wel best. Dat is niet goed. Maar een stukje beter in ieder geval. Ja, maar dat die patatjes zo snel koud zijn. Maar ja, ik kan niet alles hebben leven. Ik krijg heel vaak de vraag om via Insta DM. Omdat ik nog iets een keer wilde vertellen over mijn nieuwe werk. En ja, dat ik daar een keer wil vloggen of iets. Dat heb ik gevraagd, dat mag helaas niet. Omdat ik er werk en dan zie je meer van de winkel zelf dan wanneer als klant daar loopt. Omdat ik natuurlijk ook zeg maar achter in de winkel zeg maar. Je hebt nog een verdieping boven de winkel. En daar mag ik dus komen. En als ik daar ga vloggen, dan laat ik eigenlijk zien dat je daar ook. Weet je, je moet er wel een speciale pasje voor hebben, maar toch. Maar dat is gewoon echt niet dat ik gewoon überhaupt in de winkel wil. Dus helaas. Maar ik wil best wel een beetje wat vertellen over mijn nieuwe werk. Mocht je me nu vast mijn eerste video van mij kijken, dan ga ik jullie nu vertellen waar ik nu werk. Ik werk nu bij de macro. Ik heb 1,5 jaar lang eerst bij de Zeeman gewerkt. En ik heb daarvoor nog een krantenwijk gehad. Dus het is mijn derde bijbaantje. Is wel heel leuk. Macro dan, hè. Omdat het, zeg maar, het is zo verschillend. Het is wel stressvol. Maar het is heel anders, zeg maar. Echt niet te vergelijken met de Zeeman. Omdat de macro erg groter is. En je kan er meer kopen. Dus ja, de. En er zit ook nog BTW bij. Dat is bij de Zeeman niet. Dus bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Je koopt een shirtje van 9,99. Het blijft 9,99.
Weet je, en als je dan bijvoorbeeld daar een shirtje van 99 koopt, dan komt er nog wel btw boven. Dus dan kan bijvoorbeeld zo een shirtje van 20 euro worden. Ik noem maar iets. Dus, weet je, dat is toch een heel verschil. Je kunt bij de macro niet alleen kleding kopen. En bij de zomer ook niet, maar voornamelijk kleding. En hier kan je gewoon, bij de macro kan je zoveel andere spullen kopen. Het is echt gewoon gigantisch. Je kan er boodschappen doen. Echt, je kan er van alles kopen. Gewoon van verse vis, tot aan vers vlees, tot aan varkensogen. Koeienogen bedoel ik. Varkenswangertjes, dat soort dingen. Ja, sorry, dat is heel vies. Maar dat krijg je dus wel allemaal aan de kassa. Zo raar. Ja, ik heb één keer een klant gehad. Die kocht dus een verse vis. Maar was wel vers. Die komt zo bij mij in de kassa. En de zakje was open. En er stond geen code op. Dus ik bellen naar de afdeling. Want je hebt een heel lijstje met nummers. En dan moet je dan naar bellen. Dus ik bellen. Zegt ze, ja, misschien zat er wel een code op de vis. Ik had echt van mevrouw, doet het nou gewoon dom? Of weet je het gewoon echt niet? Natuurlijk staat er geen code op een verse vis, mam. Oh mijn god, dat was zo vies. Maar ik heb het ook niet aangeraakt. Want ik, nee. Ik vond het echt vies. Sowieso, je hebt ook bij mij op het werk heb je van die stukje vlees. Dan voel je, dan heb je een klein laagje plastic overheen. En dan moet je dat vastpakken, omdat je anders die code niet kan pakken. Zo vies, want je voelt heel het vlees zo. Oh, bah. Echt, dat vind ik echt zo ranzig. En ik als bijna zo goed als veganist, vind dat toch een beetje vies. Maar goed, ja, ik kan daar geen bezwaar tegen maken. Want anders word ik zelfs van die kassa afgetiefd. Daar heb ik ook geen zin in. Een kassa vind ik juist wel leuk. Net als dat mensen komen iedere keer bij mij aan de kassa. Het staat heel duidelijk boven pinkassa. Komen ze met contant geld aanzetten. En denken van, kan je nou gewoon niet lezen? Of vind je me gewoon te stangen? En dan moet ik helemaal moeite doen om zeg maar in de leeuwen te zetten. Niet zo heel moeilijk, maar gewoon niet zo wat ik bedoel. Dan moet ik daar weer naar de balie bellen van, ja, komt iemand komt de klant aan met de leeuwen. En vervolgens is die klant boos dat jij niet hun helpt. Dan denk ik echt van, ja, maar jij las het niet goed. Maar oké. Wat ik wel leuk vind, is dat ik twee keer Lost on You van LP op de radio heb gehoord. Daar ben ik echt blij mee. Maar even ook nog een verschil tussen de Zeeman en Macro. Bij de Macro heb je gewoon 13 kassa's. Zeg maar, je hebt 13 mensen die, zeg maar, waar jij je spullen kan afrekenen. En dat is bij de Zeeman heb je maar één iemand die dat doet. En als je dan soms een hele rij hebt staan, kan het best een beetje. Ja, ik heb wel eens bij de Zeeman klanten gehad die waren echt boos dat ik niet snel genoeg werkte. Omdat ik alleen stond. Kijk, het was nog alleen bij een kassa. Maar je hebt, omdat ik dus gisteren met 6 kassas open, weet je, dan hebben ze genoeg keuze, waaronder dan 3 contant kassa's, waarvan eentje dan contant en pin is, en dan heb je daarna nog 3 pinkassa's, die waren dan open. En weet je, zo kan je lekker werken, want dan kunnen ze nog kiezen, en meestal heb ik dan dus nog een hartstikke drukkerij. Vind ik niet erg, ik heb liever dat, dan wanneer ik echt moet haasten. Dan merk je gewoon niet fijn. Dus ja. Laatste hap, dan ben ik klaar. Ik zal nog wel een keer een aparte video over maken. En nou, mocht deze video dus deze week online komen, dan komt er volgende week een Let's Talk video online over, nou, dan ga ik iets vertellen, ik zeg nog niet wat. Het is in ieder geval iets persoonlijks. Ik wil het al heel lang uiten, zeg maar, of het erover hebben.
Omdat ik het heel belangrijk vind. Dan was dit de video. En tot de volgende keer weer. Wacht even. Voordat ik deze video ga afsluiten, wil ik jullie even vragen om een blauw duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. Laat een reactie achter in de comments, vind ik ook leuk. En abonneer ook zeker eventjes op mijn kanaal als je nieuw bent. Helpt mij heel erg mee. En volg me op social media, staat in de beschrijving. En tot de volgende keer. Doeg!